Dit jaar is weer voorbijgevlogen. Tijd om hier weer even bij stil te staan. We begonnen dit jaar met gesloten deuren. En wij droegen mondkapjes tot eind februari. Daarna werd het gelukkig snel beter. En konden we weer doen wat we het allerleukste vonden. Iedere dag het verschil maken voor onze klanten. De wekelijkse modeshows waren ook dit jaar weer een groot succes. Elke woensdagavond om 19:30 showden we live op Facebook. De nieuwste outfits om jou te inspireren. Met iedere week een leuke winactie. Sinds kort hebben we hier iets nieuws aan toegevoegd. Een wekelijks filmpje rond lunchtijd. Waarin we de nieuwste artikelen laten zien. Die je ook nog meteen kunt bestellen vanuit je luie stoel. Je begrijpt wel, onze webshop en marketingafdeling knapt inmiddels uit haar voegen. Daarom wordt het nu achter de schermen verbouwd, zodat we helemaal klaar zijn voor de toekomst. Duurzaamheid was een veelbesproken onderwerp dit jaar. Niet alleen onze merken zijn er volop mee bezig. Maar ook wij zelf zijn steeds bewuster. Sinds dit jaar is er zelfs een Kamsmode duurzaamheidsteam. En de eerste 65 zonnepanelen zijn gelegd. Ook leuk om even te vertellen. Op 3 april werd onze dochter Ninte geboren. Ik trad in het huwelijksbootje. Mijn enkel en pols werkten dit jaar niet mee, maar ik ben er weer hoor. Waar de wereld ontzettend onrustig is, mogen wij ons gelukkig prijzen met een hecht team. Deze warmte geven we graag door aan jou. Met deze video willen we jou bedanken voor 2022. En we hopen je natuurlijk ook in 2023 te mogen begroeten. In het sfeervolle Dalfsen of gezellige Emmen. Of loop eens binnen in Coevorden of Nieuw-Amsterdam. Of kom naar winkelstad Hardenberg. Of gewoon lekker makkelijk op onze webshop. En blijf ons volgen op Facebook, Instagram en TikTok. Het jaar zit er weer bijna op. We hopen dat we ook voor jou in 2022 het verschil konden maken. En voor nu wensen we je hele gezellige feestdagen en een sprankelend 2023.